Na een welbesteed leven is gisteravond na een kortstondig ziekbed de voorzitter van de Oud-Korea-strijders, Fred van Russel, ingeslapen. Van Russel was naast voorzitter van de Oud-strijders ook initiatiefnemer van een gelijknamige stichting die zich inzet voor onder meer mensen met een beperking en oud-voorzitter van AVVS, de Moederbond. Na de moord op voorzitter Cyril Daal had hij de hamer overgenomen. Van Russel was de laatste jaren echter niet te spreken over deze vakcentrale die hij als uitgestorven typeerde. Van Russel heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het herdemocratiseringsprogramma, proces, in Suriname. Als voorzitter van de Korea Vrijwilligers heeft hij steeds de aandacht gevestigd op de offers die Surinamers hebben gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Russel is dit jaar 89 geworden. We voeren nu terug naar zijn verjaardag. Van Russel zegt verder dat hij zich goed voelt met zijn 89 jaren. Hij memoreert dat hij veel heeft gedaan voor de samenleving en ook voor de wereld toen hij als jonge man naar Korea ging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Terugkomend op zijn jaardag zegt Van Russel dit elk jaar te vieren met de mensen met een beperking en sociaal zwakkeren. Ik vierde mijn 80ste verjaardag hier in Good Charity, heel groot. En ik stond te kijken, dan keek ik naar de mensen die gezond zijn. Mensen die het niet nodig hebben. Toen dacht ik nu als ik, mensen met beperking, mensen die niet kunnen eten. Waarom zou ik het mijn gedachten niet terugnemen om mensen met een beperking uit te nodigen als ik jarig ben. Niet alleen, maar ik heb een stichting opgericht naar aanleiding daarvan, een stichting Vrede Carlos van Russel. En elk jaar, nu bij mijn jaardag en jaar van de mensen met beperking, nodig ik enkele internaten uit met mensen met beperking, om ze een gezellige dag te geven. Fred van Russel, die gisteravond na een kortstondig ziekbed in het academisch ziekenhuis is heengegaan. Hij is 89 jaar geworden.